Op de polykliniek Cardiologie van Isela worden jaarlijks zo'n 30.000 patiënten ontvangen. Patiënten met een grote diversiteit aan hartklachten kunnen hier terecht voor een behandeling. Ook patiënten met een pacemaker of een ICD. Naast het plaatsen van de ICD of pacemaker besteden we ook veel tijd aan het begeleiden van patiënten, zowel voor als na de operatie. Het verschil tussen een pacemaker en een ICD is dat patiënten die een pacemaker krijgen, die krijgen dat omdat ze een te langzame hartritme hebben waar ze klachten bij krijgen. Nou, wat gebeurt er dan? Patiënten krijgen een pacemaker, die kijkt continu naar het eigen hartritme. Komt hij beneden een bepaalde grenswaarde, dan neemt de pacemaker eigenlijk de functie over. Dan geeft hij via het draadje die in het hart ligt, geeft hij aan het uiteinde een pulsje af in het hart. En daarmee blijft het hartritme op peil. De pacemaker wordt zo ingesteld dat het past bij wat de individuele patiënt nodig heeft. De ICD daarentegen is bedoeld voor mensen die het risico lopen op een veel te hoge hartslag. Die hoge hartslag kan dan levensbedreigend zijn. Nou, wat de ICD dan doet, is er ligt een draad in het hart. Als de ICD ziet dat het eigen hartritme boven een bepaalde grenswaarde uitkomt, dan kan die therapie afgeven, bijvoorbeeld door een shock af te geven in het hart. Daarmee kun je dat hartritme resetten. In iedere ICD zit ook een pacemakerfunctie. Dus hij kan daarmee voorkomen dat het hartritme ook te traag wordt. Als de patiënt in aanmerking komt voor een pacemaker of een ICD, dan is er eerst een gesprek met de cardioloog. U hebt een half jaar geleden een behoorlijk groot hartinfarct doorgemaakt. Een paar maanden geleden hebben we nog een echo herhaald en het blijkt toch dat er permanente schade is aan het hart, waardoor de pompkracht nou zo rond de 30% uitkomt. En dat is voor ons toch een reden om met u te bespreken dat het verstandig is om uw lichaam, uw hart te beschermen met een inwendige defibrillator. We hebben er hier twee liggen. Twee ICD's. Ze zijn eigenlijk even groot, maar u ziet, de ene ICD is wat dunner, maar ietsjes groter, misschien qua oppervlakte, en de andere is ietsjes boller. Ik heb nog een folder, die is van het ziekenhuis. Daar staat eigenlijk alles in wat ik zojuist ook aan u verteld heb, met nog wat extra telefoonnummers erin vernoemd. Zien we elkaar over 4 tot 6 weken terug. Ja. Patiënten die een ICD krijgen, gaan ook naar een informatiebijeenkomst. Ja, welkom. Gaat u zitten hoor. Mijn naam is Judith Kamp, ik ben physician assistant voor de cardiologie. De physician assistant bereidt hen voor op de operatie, maar geeft ook informatie over de invloed van een ICD of pacemaker op het dagelijks leven. Het plaatsen van een ICD of een pacemaker is een relatief eenvoudige ingreep. De pacemaker of ICD wordt onder het sleutelbeen geïmplanteerd, wordt eigenlijk onderhuids gezet en dan wordt er een draad naar het hart geplaatst. Patiënten blijven in de regel 1 nacht na die tijd nog hier, dus mogen de volgende dag weer naar huis. Eenmaal thuis krijgen ze wel een beperking. Ze moeten oppassen met het gebruik van hun linkerarm. Ze mogen geen zware dingen tillen, niet erop steunen op de linkerarm. Daarnaast zijn ICD-patiënten nog extra beperkt. Die mogen de eerste 2 maanden geen auto rijden. Die moeten opnieuw een rijbewijs aanvragen. En patiënten die beroepsmatig auto rijden, daar zit ook een beperking bij. En beroepsmatig personenvervoeren mag al helemaal niet. Dus bijvoorbeeld een taxichauffeur is zijn baan kwijt. En ook een vrachtwagenrijbewijs raak je kwijt met een ICD. Dus het heeft nogal wat impact op het leven van een patiënt. Meneer IJsbrink? Kan niet missen. Goedemiddag. Erik. Theo de Marie. Na de operatie blijft de patiënt bij Isela in beeld. Er worden afspraken gemaakt over nacontroles. Nou, wat ik dan eerst even doe, plak ik even elektroden op uw handen en net boven de sokken. Dan heb ik uw hartritme even mee in beeld tijdens de controle. Ik begreep dat u hierna aansluitend ook nog even langs de cardioloog gaat. Ja, inderdaad. Wij zijn alle patiënten terug na de opname van de implantatie. En daarbij is de eerste controle is 2 maanden na de implantatie. Oké, dat staat er mooi op. Nou, tijdens die controle wordt de ICD of de pacemaker wordt uitgelezen en doorgemeten. Nou, op grond daarvan krijg je een indruk over hoe het hartritme de voorgaande 2 maanden is geweest en of de pacemaker of ICD technisch ook goed functioneert. Daarnaast vraag je patiënt of er klachten zijn. En op grond van de klachten en de informatie die je krijgt uit de controle, kun je eventueel de pacemaker of ICD anders instellen. Nou, na die controle van de pacemaker of ICD gaat de patiënt naar de cardioloog of naar de physician assistant. En er wordt daadwerkelijk gekeken of de instellingen ook aangepast moeten worden. Oké, nou, dan wens ik u het allerbeste. Patiënten met een ICD die ver weg wonen of vaak in het buitenland zijn, kunnen gebruik maken van thuismonitoring. Via een monitor bij de patiënt thuis
worden de gegevens van de ICD doorgestuurd naar het ziekenhuis. Op die manier kan de ICD op afstand worden gecontroleerd. De monitor is aangesloten op de telefoonaansluiting, kabel of satellietverbinding. Het apparaat kan zelfs mee op vakantie. Dat bevalt prima, ja, inderdaad. Meneer IJzerbrink maakt sinds 2009 gebruik van de thuismonitoring. Ja, het geeft een stukje rust, een stukje zekerheid. Als het al zeker is. Je hebt het idee van Zwolle kijkt mee nu over mijn schouder. En in zekere zin elke dag. Ja, dat vind ik wel een prettig gevoel. De patiënten met een pacemaker of ICD worden dus goed gecontroleerd. Ook als dat op afstand is. En als er toch onverwachte dingen gebeuren, kunnen ze altijd contact opnemen met de polycardiologie van Isela. Met Jacqueline Visser, Physician Assistant Isela Klinieken. Met Erik IJzerbrink. Hallo. Goeiedag. Ik heb eigenlijk een vreemde vraag. Vannacht werd ik plotseling wakker. Ik kreeg in mijn beleving een shock. Ik weet het niet helemaal zeker of het daadwerkelijk gebeurd is. Maar ja. Er blijft een vraagteken bij me achter dus. Oké. Okay. Nou, wat u wel mag doen is een handmatige overzending. Daarvoor moet u die monitor gebruiken. En dan legt u de kop uit de monitor op de ICD. En vervolgens drukt u op die knop. En dan wacht u met de afhalen totdat u alle lampjes groen heeft zien worden. Als een patiënt een shock heeft gehad en hij voelt zich niet goed na de shock, of hij krijgt meerdere shocks achter elkaar, adviseren wij hem om 112 te bellen. Heeft de patiënt een shock gehad en voelt zich goed na die tijd, dan adviseren wij om contact met ons op te nemen. En dan kijken wij of het nodig is of hij naar het ziekenhuis komt. Ja, ze zijn nu bijna allemaal groen. Ja, heeft gepiept. En dan ga ik straks kijken of de inzending over is gekomen en dan bel ik u terug. Nou, dan wacht ik even af wat daar de uitslag van is. Alle patiënten met pacemakers of ICD's zien we 1 of 2 keer per jaar voor controle terug. Zo kunnen we goede nazorg geven voor de rest van hun leven.